Like de video sneller dan dat ik me omdraai. Wow. Oké, cool. Vandaag is het een speciale dag. Ik bedoel, rood drukt op de knop, dus dan weet je hoe laat het is. Ja, dat was zoals altijd. Maar wat ik ga doen, dat is niet zoals altijd. Wij gaan namelijk naar het kasteel van Blauw. Maar niet zoals we dat gewend zijn. Er zou namelijk een manier zijn om naar het echte kasteel van Blauw te kunnen. Job, wat bedoel je? Het springkasteel? Nee, het grote, echte kasteel van Blauw. Degene die wij nog nooit hebben gezien. En de manier om daar te komen, zou via zijn troon zijn. Er wordt namelijk... Oh, wacht. Die wil ik hebben. Er wordt namelijk gezegd dat als je op de troon van Blauw gaat zitten en dat dan 10 keer doet, dus 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, dat je in het echte kasteel van Blauw bent. Dit kan natuurlijk niet echt, maar als het zou kunnen, zou het zo gaan. Het echte kasteel van Blauw. En het is gigantisch. Allereerst een vernieuwde troon. Tenminste, ziet er bijna hetzelfde uit, maar net iets cooler. Oh, we kunnen erop zitten. Maar dat is niet alles. Er zou namelijk... Wow, dat is die foto uit chapter 1. Er zou namelijk een groot... Is dat een ei? Sorry, ik raak afgeleid. Er zou namelijk een groot geheim zijn. Oh, we kunnen 10 eieren verzamelen. En dat geheim zou alles te maken hebben met rood. Wie is dat? Wij denken natuurlijk dat rood de slechterik is. En dat is die ook. Toch? Nou, er gaat een andere theorie. Kijk, dit is trouwens het kasteel, maar dan in een kleine vorm. Een theorie waarin mensen zeggen dat Blue eigenlijk de slechterik is. Oh, kijk. Hemlock Woods uit chapter 1. Dat is rood op die foto. Hij staat achter een kraampje. Dat bevestigt de theorie wel waar ik het over wil hebben. Hey, kijk, oranje. Gewoon. Oranje. Want er zijn dus mensen die denken dat rood helemaal niet de slechterik is. Maar dat blauw het is. Maar dat blauw zich van de domme houdt. En doet alsof die gestuurd wordt door rood. Terwijl hij eigenlijk het meesterbrein is achter alles. Of het waar is, daar wil ik proberen achter te komen. Daarvoor moeten we tot in de diepste punten van het kasteel zoeken. Kijk, hier zijn we bijvoorbeeld nog niet geweest. Dan kunnen we hier doorheen. Wat hebben we dan nog meer? Hallo paars. Zelfs in het kasteel van Blauw. Oké, we gaan via deze trap naar boven toe. Want ik bedoel, als wij willen weten of Blauw de slechterik is, dan moeten we daar natuurlijk wel aanwijzingen toe vinden. Wow, kijk. Het bed van Blue. En weer die foto. Dat is Blue zijn beste vriend. Maar wie dat is, dat weten we niet. Maar veel mensen denken dat het die elektriciteitsman is. Die oude man. Maar dan dus heel vroeger. Wauw, ik wil even in het bed van Blue staan. Liggen eigenlijk, maar dat kan niet. En wacht eens even. Dat meen je niet. Blauw zijn dagboek. Ja, die ga ik niet lezen, maar... Oh, een oranje ei. Oeh, wacht. We kunnen hier ook naar beneden. Dit zijn letterlijk een soort van gevangenissen. Wacht, laten we tellen hoeveel er zijn. 1, 2, 3, 4, 5. En er zijn precies 5 Rainbow Friends. Maar wacht eens even. Deze gevangenis is anders. Deze gaat naar beneden. We zitten nu een soort van ondergronds, maar waar leidt het ons naartoe? Job, dat moet je checken. Ja, dat ga ik ook doen. Oh. Probeer het gewoon spannend te houden, oké? Oké, we gaan deze kant op. Oh, my gosh, ik vind het zo creepy. Oh, we zijn gewoon buiten. Ah, man. Ben ik de enige die had gehoopt op een geheim laboratorium of zo? Maar moet je kijken hoe gigantisch dit kasteel is. Wat zou er in het topje van het kasteel zijn? Eén manier om daarachter te komen. Het is natuurlijk wel raar dat Blauw als enige een eigen kasteel heeft. Ik bedoel, denk erover na. Als Rood de baas was, dan had Rood toch wel een eigen kasteel gehad. Wat is dit? Rood's Rubies. Een kristal van rood. Oké, laten we deze kant op gaan. Kijken waar het naartoe leidt. Kunnen we deze deur openen? Eng geluid. Wacht even. Hier zijn we net al geweest, toch? Ja, op zich. Het kan maar zo zijn dat ik iets ben misgelopen, natuurlijk. Waarom is dit ingestort? Dat is ook zo... Oh, een geel ei. Oké, laten we naar boven gaan. Hier hebben we de keuken. Wat hebben we hier dan? Zijn we hier net al naar beneden geweest? Wacht even hoor. Was dat deze kant naar beneden? Ik weet het niet eens meer. Wow. Wat zal er in al deze tonnen zitten? Oh. Ik schrok. Wacht even. Geel, hallo? Ik ben bang voor Blauw. Ha, je bedoelt zeker voor rood. Nee, voor Blauw. Wacht. Waarom? Oh, oké, weet je, laat maar. Ik bedoel, ik kan wel praten met Geel, maar als we de waarheid willen achterhalen, dan moeten we het... Wacht eens even. Kunnen we deze niet gewoon openen? Nee, maar dan moeten we het zelf uitzoeken. Hier hebben we dus de keuken. En als we dan deze kant op gaan... Wow. Hier ook weer, hè? Dit is dus de eettafel met stoelen voor elke Rainbow Friend. Maar er is maar... één troon. En het is weer diegene van Blauw. Waar ik nu in zit. Want ik ben de koning. Dat is niet waar. Maar het zou wel cool zijn. Wat zit er in die schatkist? Nogmaals, ik heb zoveel vragen, maar niet zo heel veel antwoorden. Kunnen we hier naar beneden? Beneden. Oh my gosh, rood. Wat doe jij daar? Laat me eruit. Blauw heeft me opgesloten. Blauw heeft je opgesloten? Ik ga de sleutel zoeken. Wacht even. Laten we niet vergeten dat rood een meesterbrein is. Het is immers degene die op de knop drukt in het begin van Rainbow Friends. We hebben het net nog gezien. Het zou dus niet zo raar zijn als rood dit allemaal in elkaar zet om ons te laten geloven dat hij de goede is. Dat we hem bevrijden en dat hij dan verder gaat met de wereld overnemen. Of een eitje bakken. Of een eitje bakken, terwijl hij de wereld overneemt. Nee, ik lust geen ei. Ja, dat zal wel. Bewijs het. Weet je, nee. Jullie mogen het bepalen. Vrijlaten, ja of nee. Reageer het. Mag ik een kopje chocomel? Nee, rood. Niet voor zolang we niet weten wat jouw plannen zijn. Maar dit blijft raar, toch?
Wow, waarom is het daar zo groen? Is dat een arm? Is dat... Hallo, groen. Laat me met rust. Ik wil broccoli. Oké, ja, ik heb geen broccoli. Ik ben van waterbloeders. Sorry. Oh man, dit blijft zo raar. Wacht, kunnen we deze deuren openen? Wat is dit? Wacht eens even. Dit is precies alles wat je in chapter 1 zag. En dat ligt nu in het kasteel van Blauw. Dit zijn de boeken waar de originele printen in staan van de Rainbow Friends. Dan hebben we daar dus de troon. En wat hebben we dan nog meer? Wacht, wat? Zie ik dat nou goed? Blue in het riool? Oké, dat is raar. Waarom zou Blue in het riool zitten? Tenzij hij dat moet van rood. Wat nou als we... Oh, wacht even. Ik had het ei bijna niet gezien. Maar wat nou als we helemaal in de verkeerde hoek zoeken? Dat het gewoon niet eens rood is, niet eens blauw is, maar gewoon geel of zo. Hebben we daar wel eens over nagedacht? Dat ei heb ik meegenomen. Oké, weet je wat ik nu wil doen? Ik wil echt het puntje van de toren bereiken. Want iets in mij zegt... Oh, dat is die machine waar de Rainbow Friends in zijn gemaakt. Waar was ik? Oh ja, want iets in mij zegt dat de waarheid boven ligt. Ik bedoel, dat klinkt gewoon heel cool om te zeggen. Dus laten we eens even kijken of het waar is. Eens even kijken. Dit is ook weer zo raar, hè? Kijk, dit is op zich ook een prima bed. Maar het is bij lange na niet zo mooi aangekleed als de kamer van Blue. Waar er echt weer een kroon bij staat en alles. En natuurlijk die foto. Blijf het zeggen. Blue heeft een troon, een mooie kamer. Eigenlijk alles, maar dan beter wat de andere Rainbow Friends hebben. Het is gewoon raar. Wacht, hè? Deze trap gaat naar beneden. Hoe kom ik dan boven? Misschien is er een geheime manier om boven te komen. De enige manier wat ik zie is naar beneden. Dan hebben we daar een ketel met een oog erin. Ja, we kunnen op zich al deze deuren open doen. Dat is een oude troon. Hier kunnen we naar boven. Oh nee, wacht, dat is naar beneden. Ja, volgens mij... Zijn we hier al geweest? Wow. Nee. Een zwaard? Geen idee van wie. Maar ik zie hier een cyan eye. Moet ik hier terugkomen? Moet ik rood vrijlaten? Wacht eens even, staat een pijl naar rechts. Ja, dat is rood. Wacht, zijn we hier al geweest? Volgens mij niet. Maar laat het dan weten in de reacties. Wat is dit voor ding? En wat is dat? Oké, sorry, ik weet echt even niet waar ik naar op zoek ben. Deze map, dit kasteel, het is gewoon allemaal zo groot. Het is letterlijk een doolhof. Tijd voor wat anders. Want ik ben rood. Soort van. Niet de echte natuurlijk, maar toch. Wow, wat is dat? Momentje, ik wil zien wat dat is. Is dat een pet? Ja, natuurlijk wil ik die. Bedenk een naam in de reacties. We gaan kijken of rood goed is in Color Race. Oké, we gaan voor oranje. De Rainbow Friend die bijna niet te zien is in chapter 2. Hupsakee. Oké, wat wordt de volgende kleur? De volgende kleur is blauw. Blauw. Rood of blauw. Wie is de slechterik? Laat het in de reacties weten. Oké, we staan hier goed en alle andere spelers zijn daar. Dus als we nou een beetje geluk hebben. Oh, ga ik het in één keer halen nu? Ik denk dat ik het in één keer kan halen. Kom op nou. 4, 3. 2, 1, finish. Let's go. Rood is eerste. Dat verdient een trill. Oh, nee, laat maar. Het spel is al begonnen. Oké, als we deze halen, dan haal ik een trill. En welke kleur? Kom op, we zijn rood. Wat denk je zelf? Oké, we moeten dus nu geel hebben. Oh, nee. Oh, nee. Oh, perfect. Oké, dit kan nog wel eens spannend worden. Want de speler voor mij heeft een rode trill. En die lijkt sneller dan mij. Maar we hebben haar weer ingehaald. Oké, kom op. We gaan nog iets verder. Iets verder. Net op tijd. Wacht, we kunnen hier op zich nog verder. En dan hebben we het denk ik weer gehaald als eerste. Let's go! Trill en we willen de rode. Ah, kijk. Perfect. En we hebben een cadeautje. Abonneer voor meer. En adios.